Beardtube. What up? Ik denk dat het veilig is om te stellen dat we vandaag weer een bier op de kaart hebben staan. Dat bij menig bierliefhebber, menig biergeek en zelfs beginnende speciaal bierliefhebbers wel bekend is. Misschien niet alleen niet per se qua smaak, maar toch zeker qua naam. Het bier komt uit Houffalize, uit België, van brasserie Achouf. En in feite heb je daarmee, denk ik, het een en ander al gevangen. Het bier staat hier natuurlijk ook al gewoon voor mijn neus. Het is de Lachouf. En ja, ik zeg, als je begint met speciaal bier drinken, en laten we er dan even van uitgaan dat je daarmee begint in een supermarkt om te kijken van oké, wat hebben ze daar zoal. Dan is dit eigenlijk, ik ken bijna geen supermarkt waar ze geen Lachouf hebben staan. Ik denk dat dit na Duvel misschien wel de meest voorkomende variant is. Al zou Leffe er ook nog een goeie. Je snapt wat ik bedoel. Maar dit is niet zomaar een Lachouf. Of is dit wel zomaar een Lachouf? Dit is een Lachouf gebrouwen ter ere van het 40-jarige bestaan. Of toch niet? Deze die kocht ik soort van later, want ik zag dus dit staan. Dit is een Lachouf ter ere van het 40-jarige bestaan. Ik dacht, oh, dat zal gewoon een relabel zijn om te vieren dat ze 40 jaar bestaan. Om er wat rugbaarheid aan te geven. Om de verzamelaar lekker te voeden. Maar toen vroeg ik aan het plaatselijke slijtertje, Harry, van hoe zit dat nou? Is dat echt een ander bier? En toen zei hij tot mijn verbazing, ja. Het is een blond verjaardagsbier. Qua smaken heb ik me niet erin verdiept wat zoal de verschillen zijn. Wat ik weet is dat het reguliere Lachouf bier 8,5% of wat zeg ik, 8% aan alcohol heeft. En de Chouf 40, dus niet Lachouf, maar de Chouf 40 5,6% aan alcohol heeft. En het zijn dus wel allebei blonde bieren. Wat de overlap is, wat de verschillen zijn, of het lekker is, ik heb geen idee. Gaan we erachter komen? Maar natuurlijk, want we hebben niet één, maar twee glaasjes. Het lijkt mij het meest logische om te beginnen met de Chouf 40. Omdat die lichter in de alcohol is. En op zich het referent van Lachouf is enigszins aanwezig. Zo kun je niet mega uitgesproken en dergelijke. Ja, een rekkelijke schuimkraag. Had ik kunnen weten, had ik moeten weten, had ik mogen weten. Dus daar zitten we nog wel even mee. Laten we dan gewoon alvast het Chouf blond bier inschenken. De Lachouf wel te verstaan. Kijken of we die op een manier in kunnen schenken. Dat een en ander wat subtieler is. Blijven Belgische bieren. Blijft interessant gist. Oeh, dan gaat hij toch weer heel hard. En wat mij vooral opvalt, is dat deze wat warmer, verzadigder is qua kleur. Deze heeft, ze hebben dezelfde duur in de koelkast doorgebracht. Ja, de ene misschien wat dichter tegen het muurtje dan de ander. Dus de haziness die bij de Chouf 40 wat meer lijkt te ontstaan, is, als het goed is, daadwerkelijk toe te kennen aan het bier. En niet een chill haze of iets dergelijks. Qua koolzuurstream zijn ze ongeveer gelijk. Qua snelheid, qua intensiteit. Al heb ik het idee dat je het bij die reguliere Lachouf wat meer ziet. Ja, en deze, wat ik dus zei, deze is wat verzadigd. Een beetje gaat die richting het oranje, terwijl het nog zeker een blond bier te noemen is. En deze heeft echt wel een gele, misschien zelfs een licht groene gloed over zich heen. Dus wat dat betreft interessant vergelijkingsmateriaal. Laten we gewoon eens kijken of we al iets uit de neus kunnen onttrekken. En wat mij opvalt, en ik weet niet of dat de bedoeling is of niet, maar hij heeft zeker dat moutige, dat blonde, dat frisse. Maar ik heb het idee dat hij meer kruidigheid in zich heeft dan de doorsnee
Lachouf. Kom je weer terug bij dat eeuwenoude feit wat ik iedere keer zeg? Ik ben pas aan bieren gaan ruiken sinds IPA's. En heel veel bieren, waaronder blond, zijn het vaak niet waard om aan te ruiken. Dus het kan zomaar zijn dat ik de Lachouf nooit echt diep geroken heb. Tijd om daar verandering in te brengen. En eens te kijken wat dit neusje teweeg brengt. Nee, echt wel veel meer dat... Ik bedoel, als er dan iets aanwezig is, dan heb je een beetje die koriandertinten misschien. Dat licht botertje. Maar zeker niet die kruidigheid die hierin is. Dus hier zit iets in. Een extract of een extra touch. Waardoor die dus vermoedelijk iets van een feestelijke allure over zich heen krijgt. Vind ik wel interessant waarom ze hem dan omlaag hebben gegooid. Juist om echt een goed feest neer te zetten en gewoon te kantelen. Of een andere goede reden. Nee, maar dit is gewoon... Dit voelt vertrouwd. Dit is niks geks. Geen poespas. Weinig uitgesproken kruiden. Deze is ook niet mega uitgesproken. Het ligt er niet heel dik bovenop. Maar hij doet kruidiger aan. Laten we hem dan ook gewoon gaan proeven. De Chouf 40. Ter ere van het 40-jarige bestaan. Een bier van La Chouf. Ofwel Achouf uit Houffalize. Met 5,6% aan alcohol. Proost. Twee dingen die opvallen. Ja, hij is echt kruidig. Kruidig, heel goed. Kruidig. En waar ik dan aan denk, daar komt het woord kruidig vandaan, is een beetje dat gruit, hoe heet dat spul, kuit, niet heel vaak gedronken. Je hebt ook nog zo'n Belgisch bier. Is dat ook dan gruit? Ik kan dat 100 keer, kan ik dat zeggen. Dat ik zo'n bloem op dat label. Nou, daar kom ik nu natuurlijk gewoon niet op. Heeft iets scherps in zich. Bijna peperachtig. Niet de frisheid van munt, maar de scherpte van munt, zeg maar. Ik bedoel mint. Pepermuntje. Pepermuntje, wat naar mint smaakt. Snap je hem nog? Allee. Donders. Maar los van het kruidige, wat dus echt wel het bier vooraan je in je mond zegt van, hé, hier gebeurt iets. Slik je hem dan door, voel je heel weer het kruidige nog als ware een soort van kruidendrankje door de keel glijden. Om in ieder geval de aanstal te maken naar de keel toe. Komt hij daadwerkelijk bij je keel aan, valt het ook gelijk weg. Dus qua mondgevoel, qua body, ontbeert dit bier het een en ander. Wat het dus weer een doordrinkbaar verjaardagsbier zou kunnen maken. Met wel meer smaak. Dus het is niet zomaar dat je door kan kantelen. Ja, kan natuurlijk wel. Maar, plus een koolzuurkarakter weerhoudt je daar ook wel van. Ik mis een beetje dat, en hij is zeker wat zoeter, maar dat echt frisse, moutige mondgevoel van een blond, dat mis ik zelf wel een beetje in het bier. Omdat hij echt wel heel erg, hij wordt heel erg gedragen door die kruidigheid. En het woord dat ik daar juist zocht was gageleer. Ik weet niet of dat de naam van het bier is, de kruiden die gebruikt is, maar zo'n soort vibe hangt er voor mij over dit bier heen. Kritisch als ik ben, moet ik dan zeggen, ja, voor mij is dat niet al te geslaagd. Ik ben wel benieuwd of het erop staat. Ingrediënten, water, body malt, gisteren maar natuurlijk suikerhop, kruiden, bedankt. En gist. Dus het, in theorie zou het dat kruid kunnen zijn. Maar dat hoeft niet. Nou, mooi. Laten we dan eens gaan kijken naar het referent, de reguliere La Chouf. Hoe bevalt dat naar dit bier? Klopt het dat hij iets meer mondgevoel heeft, etcetera? 8% aan alcohol. La Chouf, blond bier, evenals de Chouf 40, maar de real OG. Of ja, dus Klaardberg wel een beduidend ander bier, denk ik. Proost. Ja. Gelijk al veel voller, zoeter, omdat hij dus niet die kruidigheid in zich heeft. In ieder geval veel minder als er iets van kruidigheid aanwezig is.
De koolzuur, hoewel die wat rijkelijker streamt, of ja, gelijkwaardig streamt. Maar de rijkelijker oogt. Is hij minder aanwezig. Als je hem doorslikt, heb ik het idee dat ik hier makkelijker weer een slok van kan nemen. En dan had ik dat bij de chauffeerder gehad. En dit is voor mij, ja, zo'n no-nonsense blond bier. Hij heeft iets van dat wrange in zich, dus ik weet even niet wat voor mout er gebruikt wordt. Ik ben het mee gelijk ook aan het zoeken. Ik wil zeggen, het kan ook iets van tarwemout zijn, maar dat is niet het geval. Niet heel zuurig. Stiekem begin ik wel te merken dat eigenlijk de blond bier altijd wel iets van een zuurtje in zich heeft. Zonder dat ik het als dusdanig zou willen klassificeren. En hij heeft echt wel iets van kruiderheid in zich, die net dat scherpe randje aanbrengt, waardoor het niet echt zo'n heel, dat is me al eerder opgevallen toen ik daadwerkelijk in Hoefalize was, dat ik dacht van, ja, ik vind die Le Chouf eigenlijk helemaal niet zo heel lekker. En dat kom je ook weer, waar plaats je hem in je line-up, want volgens mij als je gewoon 2-3 pilsjes op hebt en je pakt dan een Le Chouf, dan heb je veel meer dat zachte karakter, omdat de bitterheid in een pils in mijn beleving vaak wat scherper is, wat straffer, zonder complex te worden. En dan is dan is dit bijna, want hier zit natuurlijk wel relatief veel suiker in, ten opzichte van bieren in Nederland van een gelijke stijl over het algemeen. Dus dan denk je, oh, dat is na dat hele bittere, dunne karakter een stuk zoeter. Ja, en zoet na bitter. In de mensheid is dat toch over het algemeen een warm bad waar je dan instapt, zeg maar. Of dat dan qua smaken beter is, dat zeg ik niet. Maar voor je smaakpalet is het wel bijna verzachtend, zeg maar. Dus in die contraien komt zo'n bier dan veel verfijnder en subtieler over dan wanneer je hem daadwerkelijk, zoals nu, een front of the row zet, zeg maar. Maar desalniettemin, weet je wel, als ik dan naar Duvel kijk, dat is dan een sterk blond, dit volgens mij net niet. Hoewel ze maar 0,5 verschillen. Maar dan zet ik dit wel boven een Duvel, maar bijvoorbeeld niet boven een Delirium Tremens. Of dat ding van Gouden Carolus. Die vond mij ook zoiets nog. Of nee, niet hun Gouden Carolus. Binnen Gouden Carolus, dus bij het anker, de Manenblusser. Dat soort bieren. Maar ja, het gaat over het 40-jarig bestaan van Le Chouf. Ik ben zelf nog steeds een voorliefhebber van de reguliere variant. Deze biedt wel iets van complexiteit, voegt het toe. Alleen is de afdronk is het dan net niet en dat is jammer, vind ik. Maar dit is al niet te min prima bier en ik zou hem, het is €2, hij is er waarschijnlijk tijdelijk. Dus probeer hem zeker een keer uit, want het is wel wat anders en het is niet your average guy, blond of girl, voor dat midden. Maar ja, Cessa. Voor deze bieren ga ik het dadelijk voor me laten. Ik zou zeggen, Achouf, hartelijk gefeliciteerd met jullie 40-jarige bestaan. Op nog maar vele nieuwe bieren. En voor nu zeg ik, Aito, bedankt voor het kijken. Hopelijk tot een volgende video. Proost.